Een overvaller in China heeft een wel heel bijzondere manier bedacht om zijn zin en zijn geld te krijgen. Hij meldt zich met alleen een flesje bier bij een nietsvermoedende kassière, Die scant het en zodra ze het op de balie heeft neergezet, pakt hij het op en slaat hij het kapot op haar hoofd. Apart dat hij haar vervolgens zo beet houdt en in bedwang houdt, want op deze manier is ze niet echt in staat om de kassa -la open te doen, natuurlijk. Er komt op een gegeven moment nog even een collega bij kijken, maar die speelt eigenlijk geen rol in het hele verhaal. En dan is de overvaller het zat. Dan klimt hij over de toonbank heen en pakt hij de geldla zelf maar. Zul je net zien dat het zware ding ook nog even op de grond lazert? Moet je nog klimmen ook? Maar uiteindelijk lukt het hem dus allemaal wel en gaat hij hem thuis rustig openmaken, denk ik. Terwijl de geschrokken medewerkers met de rommel achterblijven.